Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit in een andere kamer, namelijk mijn kledingkamer. En het is tijd om mijn kleding uit te zoeken. Ik vind het altijd heel erg fijn om per seizoen gewoon even door mijn kledingkast te gaan. Het wordt natuurlijk lente. Ik hou van de lente. Ik vind lente echt een heel leuk seizoen. Ik moet zeggen, ik ben echt een herfst- en winterpersoon. Maar als toch het zonnetje weer gaat schijnen, de lucht is blauw, de vogeltjes fluiten. Ik word daar eigenlijk toch wel heel erg gelukkig van. Ik ben natuurlijk nu fulltime aan het afstuderen. En de afgelopen week heb ik denk ik wel elke ochtend, ik denk wel 4 keer wat anders aangetrokken. Ik kom er gewoon even niet meer uit. Soms heb je dat toch? Zo'n periode dat je gewoon van alles aantrekt en dat je denkt, nee. Nee, dit is het niet. Dus ik dacht, het wordt weer tijd om even een grote lente schoonmaak te houden. Ik wil gewoon even door mijn kledingkast heen. Kijken wat ik wil houden. Kijken wat ik weg wil doen. Alles weer even mooi opruimen en organiseren. Dus heb jij zin in deze video en heb jij nog wat inspiratie nodig om ook jouw kledingkast op te ruimen? Blijf dan zeker na deze video kijken. Ik neem jullie gezellig mee in een proces. En ik ga ook item voor item laten zien wat ik heb en wat ik wegdoe. Omdat ik dat zelf ook het leukste vind om te zien. Dus geen versnelde stukjes, als het goed is. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me ontzettend blij mee. En dan gaan we snel beginnen met het opruimen van mijn kledingkast. Voor de vragen over ga krijgen, ik heb een heel erg leuk lila topje aan van Chiquelle. Het is een heel lekker kroptopje en ik heb ook een mega leuke kortingscode van Chiquelle. Met de code 25floor krijg je 25% korting op alle items behalve op de sale. Ik mag ook wat items uitzoeken bij Chiquelle en dat heb ik dus ook gedaan. Chiquelle is dus een kledingwebshop, mocht je dat nog niet kennen. Ja, ik denk dat ik er nu al 2 jaar mee samenwerk. In ieder geval heel erg lang en ik ben echt fan van Chiquelle. Ik heb dus dit paarse, nou ja, lila kroptopje bij ze besteld in een maatje S. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb wel een zwarte BH onder. Misschien niet heel tactisch, maar ja, echt een mega leuke kroptop. En ik heb nog 2 items die ik aan jullie kan laten zien. Chiquelle is dus een kledingwebshop en hun magazijn zit nu ook in Nederland. En dat betekent dat gewoon binnen 24 uur je bestelling geleverd wordt. En dat is echt ideaal. Goed, laten we snel beginnen met het opruimen van de kledingkast. Ik neem jullie gezellig mee in het proces. Dus nog een topje van Chiquelle. Dat is deze. Hoe schattig. Ook leuk met een beige broek eronder of zo. Zo'n wijde broek. Beetje in dat lichte kleurtje. En dan heb ik nog een jurk van Chiquelle gekregen. Ik pak hem even bij. Namelijk deze. Ja, dit is denk ik ook niet dat ik dat ben. Maar ik denk dat dit toch ook heerlijk is als je zwanger bent of zo. Kijk. Oh, oh, de lamp. Zo'n hele lange jurk. Heerlijk. Als het echt mega warm is, dat je gewoon dit aantrekt. Helemaal leuk. Ik ga het even aandoen. Ik vind deze jurk echt heel erg leuk. Hij zit mega lekker. De bovenkant met dat het zeg maar een beetje geknoopt is zo, vind ik echt heel erg schattig. Maar nee, echt heerlijk is deze jurk. Ik denk dat dit zo lekker is als het mega warm is buiten. Dan is het topje. Ik moet zeggen dat ik het echt zo niet leuk vind op een spijkerbroek. Maar ik denk met een witte broek eronder of zo'n beige broek, een beetje dat kleurtje wat je hierin terug ziet, dat het wel echt heel erg leuk is. Je ziet dat ik mezelf heb gekrapt. Ja, echt super leuk zo. Vergeet dus het kortingscode 25floor niet voor 25% korting. En we gaan snel beginnen met de kasten opruimen. Ik heb dus 2 kledingkasten hier, namelijk deze. Op zich ziet het er nog best redelijk uit deze, maar ja, ik kan er gewoon wel even doorheen. Ik heb hier ook heel veel winterdingen. Dat wil ik gewoon even een beetje verschuiven met, ja, wat lente- en zomerdingen. Ook weer wat kleurtjes. Ik heb trouwens ook nog een bestelling geplaatst bij Naked en bij Asuals. Dus dat komt als het goed is vandaag nog binnen. Dus dat moet er ook nog bij. Nou, en dan heb ik hier, ja, dit is echt ellende. Hier heb ik mijn 2e kledingkast. Ik heb hier al mijn zomerjurkjes, sportkleding, chillkleding, pyjama's. Het is verschrikkelijk. Ik ga gewoon beginnen met dit bovenste stukje. Ik heb hier dus zo'n heerlijk geurblokje. Echt zo lekker. Als ik dan de kast open doe, dan ruik ik die geur. Maar hier heb ik dus mijn truien. En ja, weet je, ik vind het een beetje lastig. Want als het goed is, hoef ik die nu even niet meer te dragen. Want ik hoop dat het gewoon wat, ja, mooier weer wordt. Maar ik heb sommige truien al een aantal jaar. En dan elke winter heb ik het wel weer aan. Maar dan denk ik, ben we weer toe aan even nieuwe garderobe truien. Maar ja, je gaat ook niet in één keer alles wegdoen. Oh, deze vind ik nog echt super leuk. Deze heb ik van Naked. Helemaal leuk. Die wil ik absoluut houden. Ja, en kijk, dan kom ik hierbij. Dan heb ik deze.
ja, ik draag dit niet gewoon dagelijks, zeg maar. Het is meer als ik ga sporten en ik heb een trui nodig, dan doe ik deze aan. Dus dit is meer een makkelijke sweater dan dat ik hem echt draag voor de mooi. Omdat hij ook gewoon niet meer zo mooi is. Maar ja, eigenlijk zie ik hem nog wel eens gewoon met sport en zo aan. Dan wil ik het ook niet wegdoen. Dus ja, ik hou hem wel. Dan heb ik deze trui. Deze vind ik ook heel erg leuk van Naked. Dus die hou ik sowieso. Even kijken. Dan heb ik deze. Ja, en deze heb ik denk ik echt al 4 jaar. Al heel erg lang. Zo'n kabel trui. En die was van Colorful Rebel. Hij is ook niet meer de mooiste. Maar ja. Weet je, ik hou het gewoon en dan ga ik gewoon als het winter weer wordt, herfst, winter, dan ga ik gewoon echt even door de truien heen. En wellicht dat ik denk, nee, echt wel toe aan wat anders. Deze vind ik sowieso nog heel leuk, van Naked, zo'n zachte trui. En hier heb ik nog een zwarte trui van Tess V. Ja, deze vind ik ook nog heel erg leuk, maar weet je wat het is? Dit is zo'n stofje, dat blijft echt van alles aan plakken. Dus ik zie ook echt allemaal dingetjes eraan. Dat is wel echt jammer. Maar goed, ik vind hem wel heel leuk. Dus ja, die hou ik ook. Oh, deze ga ik wegdoen. Deze is mij te klein. Ik vind hem heel erg mooi. Het is zo'n beige trui gewoon. Heel simpel. Klein colletje. Maar elke keer als ik hem aandoe, dan zit hij net niet lang genoeg bij mijn, ja, bij mijn armen. De onderkant vind ik wat te kort. En dan denk ik, nee, hij is te klein. Dus deze ga ik wegdoen. Je kan hem trouwens vinden op Vinted. Dat is gewoon Floor Delver. En daar komt die trui ook op te staan. Dus alles wat ik wegdoe, ga ik of naar de kringloop brengen, of ik verkoop het op Vinted. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Hier weer zo'n trui die ik niet voor de mooi aandoe, maar meer voor de chill. En hetzelfde als die witte trui. Die is van Chiquelle, die hou ik. Ja, deze, hier heb ik een beetje mixed feelings over. Aan de ene kant vind ik hem wel leuk. Deze is van Shein. Maar aan de andere kant ook niet. Vind ik dit nog mij? Ik vind het niet zo mij. Ik ga deze verkopen. Deze vind ik nog heel erg leuk. Zo'n beige, lekker zacht truitje van Naked. Ook deze doe ik met sporten heel vaak eroverheen. Of gewoon als ik een trui aan wil om te chillen. Die is van Chiquelle. Ja, en deze, die vind ik ook nog heel erg mooi. Deze is ook van Chiquelle. Zo hoor je maar. Ik heb veel kleren van Chiquelle. Dit is een hele hoge kol. Maar een kropt truitje. En dan heeft hij van die wijde mouwen. En die moet je dan omslaan. Echt heel erg leuk, maar wel echt voor de winter. Even kijken naar het systeem. Want ik had natuurlijk nu de truien daar. En nou ja, lente, zomer komt eraan. Dus misschien dat ik wel de korte broekjes daar zo doe. En gewoon de hemdjes en topjes. Dat ik dat daar doe. En dan maak ik daar gewoon een truienhokje, vakje van. Misschien eerst wel even handig om dan hier nog bij te kijken. Want dit zijn ook een soort van truien eigenlijk. Maar deze draag ik echt als ik het heel koud heb. Dit zijn echt wintertruien. Deze van Chiquelle, die vind ik wel heel erg leuk. Ik moet zeggen dat deze dus eigenlijk een beetje te kort is voor mij geworden. Elke keer heb ik hem aan, of ik wou hem de laatste keer aan. En toen had ik hem aan en toen dacht ik, oeh, kort. Want ik doe er dan een riempje bij en dan poft hij een beetje op. Maar goed, ik bewaar hem voor nu. En dan als het herfst, winter wordt, dan kan ik altijd nog doorheen. Deze zijn leeg. Ik ga nu de hemdjes en topjes en zo daar doen. Oké, hier heb ik dus de topjes en de hemdjes. Dus laat ik daar even naar gaan kijken. Ik vind het altijd wel lastig om op te vouwen. Want ja, dit zijn echt van die topjes en dingetjes. Dat valt er altijd af. Maar als ik het in bakken doe, dan komt het er zo uit te zien. Pelt er overheen. Ik heb hier een zwart basic topje van Naked. Die wil ik houden. Leg ik even hier neer. Een zwarte body van de Zara. Die heb ik nu ook al wel een tijdje. Maar elke keer draag ik het wel weer. Dus die vind ik echt ideaal. Hetzelfde body in het wit houden. Ja, ik moet zeggen, hij is wel eigenlijk een beetje lelijk geworden. Ik weet niet of het te zien is. Maar ik draag het heel vaak met een vestje of iets erover. En dan zie je dat niet. Zo'n wikkelvestje. Dus ja, toch wel houden. Ja, deze vind ik echt mega leuk. Die heb ik ook heel vaak aangehad op vakantie van Lovies. Hou ik. Deze had ik toen aan met Koningsdag. Ja, hou ik ook. Zwart haltertopje, die hou ik. Dit zijn echt de topjes die ik heel vaak gewoon draag. Ook op vakantie, echt ideaal. Ook in het beige, die hou ik. Oh ja, deze van de Zara vind ik ook heel erg leuk. Dus die hou ik. Deze van Chiquelle is ook leuk. Is ook leuk bijvoorbeeld met deze spijkerbroek die ik nu aan heb. Als het echt warm is, dat je zo'n wijde spijkerbroek aan hebt en dan... Deze erboven met dat blauw van het geborduurde. Het is een soort hemd, maar hier is die heel laag uitgesneden. En dat vind ik echt heel erg mooi als je dan een
een kanten bralette onder doet. En dan als laatste een dit topje van Chiquelle. Die vind ik ook nog heel erg chill gewoon. Dus ja, eigenlijk wil ik dit allemaal houden. Kijk even door naar deze bak. Gewoon een basic wit hemdje houden. En hier zit het kaartje nog aan, maar dit is echt iets wat je op vakantie aan gaat doen, weet je wel. Van Naked. Ik vind deze prachtig. Die heb ik ook in het zwart. Dus die wil ik sowieso allebei houden. En hier heb ik zo'n topje. Ik zal even een foto in beeld doen. Maar dat is dit zwarte ding. Het ziet er nu een beetje gek uit. Maar dat is die. En die heb ik dus ook in het bordeaux rood. Vind ik echt prachtig voor op vakantie wederom. Deze heb ik echt nooit meer aan. Deze kan wel weg. Elk jaar hou ik het weer. En dan denk ik, ja, wellicht als ik een zwart hemdje nodig ben. Maar dat heb ik niet nodig. Het is deze. Die is ook van Chiquelle. Maar deze ga ik wegdoen. Die draag ik niet meer. Wat er geldt voor deze. Deze ga ik gewoon doneren. Want ja, dit is... ja, dit is niet meer... dit hoef ik niet te verkopen. Maar dit is ook een soort halte topje van Boohoo. Oh ja, en dan heb ik al die strakke topjes van Chiquelle. Maar dit vind ik echt ideaal voor vakantie. Die heb ik in het wit. In het lila. In het lichtroze. En in het bruin. Ook heel mooi. Oh ja, en dan heb ik nog dit hemdje. Draag ik eigenlijk ook nooit meer. En dan als laatste wat hier nog in zit zijn allemaal kanten bralettes. Dus hier heb ik een zwarte bralet. In het wit. Deze van de Hunkemöller. Echt prachtig. Deze is ook van de Hunkemöller. Deze is ook heel mooi. Die loopt zo. Deze van de Zara. Ook heel mooi. Deze. Die had ik nog in Ibiza aan. En nog een zwarte. Helemaal verfrommeld en lelijk. Deze ga ik weg doen. Letterlijk weg, weg. Ja, de rest wil ik eigenlijk wel houden van die bralettes. Want dat draag ik dus echt heel erg vaak. Ook wel gewoon op vakantie. Even nadenken hoe ik het ga doen. Want ik wil die topjes er straks bovenin doen. Maar hoe ga ik dit... dit. Wat is slim. Ja, ik denk dat ik echt de basic topjes, zoals gewoon een basic zwart crochet topje en zo, dat ga ik hierin doen. Dus als ik een basic topje nodig wil, of ben, heb. Oh, ik kom echt niet aan mijn woorden. Pak ik gewoon deze erbij. En dan echt die leuke, zoals dit, dit, dat doe ik dan apart. De bralettes en de flubbertopjes die niet echt gevouwen kunnen worden. Ew, flubbertopjes. Hoe bedenk je het? Die leg ik gewoon hier. Dan heb ik hier de gekleurde topjes. En hier de basic topjes. En die leg ik hierachter. Vind ik dit handig? Nee. Beter. En dan hiernaast ga ik denk ik de korte broekjes doen. Zo van echte zomerdingen zitten dan hier. Ja, dat vind ik wel leuk. Oké, dan pak ik mijn korte broekjes erbij. Hier heb ik dus mijn korte broekjes. Normaal zou ik echt een beetje zo met de kast meegaan. Maar ik doe het nu even per systeem. Dus ik pak even mijn korte broekjes erbij. En dan gaan we ook even doorheen. Ik moet zeggen dat ik dus laatst al door mijn korte broekjes ben gegaan. Omdat echt... ik wilde even kijken of ik het nog paste. Maar ja, ik paste er echt heel veel niet meer. Dus ik heb er heel veel verkocht op Vinted. Maar ik heb er nog wel een paar. Zoals deze. Dit is echt mijn all-time favorite met die franjes. Dit leren broekje, die is van Colorful Rebel. Die gaat echt nooit weg. Dan heb ik deze. Deze zit ook heerlijk. Het lijkt op een rokje van spijker, maar het is een broekje met van die hele leuke zakken. Kun je niks van zien volgens mij op beeld, maar heel erg leuk. Dan deze van de Zara. Die vind ik ook nog heel erg leuk. Die hou ik ook. Ja, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk meer. Dit witte broderie broekje. Maar ik wil hem nog wel houden, omdat ik heel vaak dan op vakantie, als ik even snel naar het strand ga of zo, dan vind ik dit wel heel fijn om even aan te trekken over je bikini heen. Oh ja, rokken. Ik heb maar 2 rokken. Dat is wel echt opmerkelijk. Van heel mijn kledingkast heb ik nog maar 2 rokken. Ik ben niet meer zo fan van rokken. Ik vind rokken. Ik vind rokjes maar niet meer zo leuk staan of zo. Maar ja, om nou alles in één keer weg te doen. Ik heb toen heel veel weggedaan, dat blijkt. Maar ik heb deze gehouden. Deze van Lovies. Ik doe dat gewoon bij de korte broekjes, dat kan wel. En deze zwarte kokerrok. Dat vind ik ook nog wel leuk naar kantoor. Zo'n hele lange.
En dan dat je een wit shirtje of zo erboven doet met witte gimpen eronder. Ik heb deze dus nieuw. Echt mega leuk. Deze is van de kledingwinkel bij mij in de buurt, Lily. Ik vind hem echt geweldig. Ik heb hem laatst gekocht. Heel lekker stretch. En kijk nou. Het is dus linnen, maar er zit dus een zilver glittertje doorheen. Dit is toch enig. Ik ben echt verliefd op dit broekje. Nou, en het laatste broekje wat ik eigenlijk heb, het lijkt een rokje, maar het is een broekje, is deze van de Cotton Club. En die is echt mega leuk met deze van de Cotton Club. Dan heb je ook dat bruine aan de zijkant en dan die en dan cowboy boots. Helemaal leuk. Dus deze hou ik ook. Moet wel even gestreken worden. Nu heb ik hier de topjes en echt de zomerdingen, broekjes en rokjes. Die is leeg, die is leeg, die is leeg, die is leeg. Maar nu ga ik mijn trui gewoon onderin doen. Dus dat ga ik nu doen. Nu alleen nog shirts, broeken en het hanggedeelte. En dan heb ik ook nog eentje leeg. Dus dat is ook wel ideaal. Nou, normaal gesproken hangt dit op kleur. Ik moet zeggen dat het nog best wel op kleur hangt. Maar goed, ik ga er even snel doorheen. Deze blouse van Cotton Club dus, die wil ik houden. Die hou ik. Deze hou ik. Die hou ik. Roze blazer. Die hou ik. Oh. Ja, deze ga ik wegdoen. Ik wou hem laatst aandoen. Zo'n wikkelvest, wit. En toen had ik hem aan. Nou, zat er een vlek in. Even kijken hier. Een geel vlekje. Echt heel vaak nog in de was gedaan, maar het gaat er niet uit. Zit er helemaal in. Van alles geprobeerd. Maar deze is niet meer te redden. Die gaat weg. Blazer hou ik. Dit topje hou ik. Heel erg leuk. Die hou ik ook. Deze is ook leuk. Van Naked. Die heb ik echt vet vaak aan. Die hou ik. Sashje hou ik. Beige blazer hou ik. Spencer hou ik. Het beige leren giletje hou ik. Eigenlijk hou ik echt heel veel. Het valt wel mee hoeveel hierop hangt. Deze van Refine Department vind ik echt nog steeds geweldig. Die hou ik. Nou, eigenlijk het topje wat ik nu aan heb ik ook in het bruin. Hoe zit het ook hier aan? Bruine blouse hou ik. Die hou ik. Dit zwarte blouseje. Ook heel erg leuk. Die hou ik. Oh ja, dit is een t-shirt dress. Maar al mijn jurken hangen aan die kant. Deze mag daar ook wel gaan hangen. Dus deze gaat daar ook heen. Zwart wikkelvestje hou ik. Hier heb ik ook nog een jurk met zo'n truitje. Die gaat ook naar de andere kant. Zwart giletje. Hier nog een groot zwart gilet. En nog een zwarte blazer. Dit was hem alweer. Wat weinig, hè? Misschien kan ik de shirts nog gaan ophangen. Ja, dan heb ik heel veel vakken over. Leeg. Nee, ik vind het wel fijn om shirts gewoon hier te houden. Dan kan ik daar gelijk naar pakken. Oké, ik ga dit even op kleur hangen. Kijk hoe leeg. Maar ik besef me nu dat er nog wat boven in de was ligt. Dus ik ga even dat ophalen. Kom ik nog even met nog meer kleren aan. Er zitten ook heel veel sportdingen in. Die sportdingen zitten in andere klerenkasten. Dus die gaan allemaal, gooi ik gewoon daarheen. Dat gaan we straks uitzoeken. En dit is allemaal echt kleding. Zwart-wit gestreept topje. Ga ik dat ophangen of ga ik dat bij mijn shirt doen? Ik heb hier nog een witte broderie blouse. Die moet ook gewoon opgehangen worden. En gestreken, maar ja, dat doe ik nog wel een keer. Ik heb hier nog een bruine linnen blouse. T-shirt, dat doe ik even naar de t-shirt. Hier nog een lila blouse. Heb ik nou serieus hangers tekort? Hangers tekort. Shirtje gaat toch maar bij de shirtjes. Ik heb hier nog een bruin wit gestreept shirt. Die gaan gewoon bij de shirtjes. Dat ga ik zo even opvouwen en zo. Kan deze hier gehangen worden. Ik heb hier nog een broek. Broeken ga ik zo uitzoeken. Hier ook nog een sweater. Die ik met sporten heel vaak aandoe. Gaan we naar de broeken. Broeken heb ik dus laatst ook al uitgezocht. Dus hiervan ga ik niks wegdoen, denk ik. Maar deze spijkerbroek is van Tess V. Die hou ik. Ik heb trouwens net ook weer wat nieuwe broeken besteld bij Naked en bij ASOS. Dus die komen ook nog binnen. Dit hou ik. Ja, ik hou eigenlijk al deze broeken wel.
Ja. Mijn broeken hou ik allemaal, want die draag ik oprecht. Ik ga het even weer netjes terugstoppen. Nou, broeken zijn netjes. En dan ga ik door naar de topjes en shirtjes. Die ga ik ook even netjes opvouwen. Deze twee gestreepte, die draag ik heel erg vaak. Even kijken. Ja, deze heb ik ook gewoon aan als ik even snel een chill shirtje wil. Oh ja, dit is een witte kool. Kijk, dat is handig. Ik heb hier bovenin, dat kun je net niet zien, maar daar heb ik nog een vak over. Ik ga de lange mouw shirtjes ga ik daar doen. Dat leg ik even daarop. En de korte mouw die hou ik gewoon hier. Ik heb hier nog een basic zwart chill shirt. Ik heb hier een kool, die kan bovenin. Lange mouw. Dit shirtje heb ik van mijn vriend. Die draagt hij niet en ik wel. Dus ja, die vind ik heel erg leuk. Mooi beige. Die hou ik. Een witte basic shirt hou ik. Deze van Refined Department hou ik. Die vind ik heel erg leuk. Even kijken, wat is dit? Dit is een zwarte basic van Naked. Lekker wijd ook, daar hou ik wel van. En dit is ook nog een chill shirt. Dus die hou ik ook. Ik heb niet zo heel veel shirts eigenlijk. Nou, alles is helemaal netjes. Nu alleen nog even die lange mouw shirtjes opvouwen. Oh, deze broeken moeten daar nog op. En dan is het deze kast klaar. Yes, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ja, en dan nog deze ellende. Ik zal even laten zien wat het systeem hier is. Ik heb hier hoodies en dingen voor boven een joggingbroek. Dat heb ik echt gisteren nog netjes gevouwen. Dus dat gaat, hou ik gewoon zo. Hier heb ik joggingbroeken en hierachter mijn hele grote chill, hoe noem je zo'n ding? Zo'n hoodie wat tot je knieën komt. En een onesie. Dus ja, dat zit daar een beetje verstopt. Is niet echt, kan niet echt netjes. Zo. Hier heb ik een vest, een regensportjasje en een gewoon sportjasje. Ja, ik had geen hangers meer, dus die heb ik hier maar even opgevouwen. Vind ik eigenlijk wel prima. En dit heb ik echt toevallig dus gisteren ook even netjes gemaakt. Ik heb hier mijn sportlegging. Zit ook heel veel nog in de, of hierbij trouwens ook nog. Hier sporttopjes, daarachter zijn dat shirts en daarin sport-BH's en van die andere strakke topjes voor sporten. Sokken, nou, wel prima. Dus die kan sowieso wel dicht. Hier heb ik dus echt kluskleding. Hier zitten vlekken in, schildersdingen. Ik heb de afgelopen tijd heel veel geklust bij vriendinnen die een huis hebben gekocht, maar ook bij mijn zus toen zij een huis had gekocht, heb ik echt 4 dagen in de week gewoon zitten klussen. Dus dit zijn echt kluskleding en dat vind ik gewoon wel handig om te hebben. Dit zijn echt kleren die vies mogen worden. Ik heb hier mijn bikinis. En hier wil ik eigenlijk nog wel even streng doorheen. Dus laat ik daarmee beginnen. Oké, ik heb het even uitgestald. Ik heb hier een random broekje. Die pas ik ook helemaal niet meer. Die gaat sowieso weg. Nou, deze, dit vind ik ook echt niet meer mooi, dit broekje. Het is echt zo'n oma broekje. Maar ik vind dat topje wel heel leuk. Die kun je helemaal zo om je lichaam strikken. Maar ja, aan de andere kant, dit draag ik ook niet meer. Want dat vind ik gewoon niet chill met bruin worden. Dus die gaat weg. Ik heb deze in het zwart, maar die heb ik dus ook in het wit. En heel basic, maar aan de andere kant ook echt, nou ja, best wel sexy. Voelt me ook niet heel op mijn gemak meer bij. Ik ga dat gewoon wegdoen. Ik wil gewoon bikinis waarvan ik denk, ja, dat is helemaal floor. Nou, tot nu toe alles weg. Dit zou ik ook echt gelijk weg willen doen. Dit is echt zo geen mooie bikini. Maar hij staat zeg maar wel heel mooi. Als in gewoon een prima bikini. Mocht je er niet iets te seksies aan willen. Dit is wel echt grappig. Want ik was toen met Sander, met coronatijd. Gingen we in Nederland op vakantie. Waren we ons bikini vergeten. Gingen we naar de HEMA om snel een bikini te halen. En dit was de enige maat van mijn maat zeg maar. Die ze hadden bij de HEMA. Dus die heb ik toen gewoon gekocht. Want we hadden een bikini nodig. En daarom heb ik hem. Puur omdat het nodig was. Deze top zit wel echt heel erg mooi. Maar ja, ik hou niet van dit soort broekjes. Maar aan de andere kant, mocht je een keer een degelijk bikini nodig zijn of hebben, heb ik er wel eentje. Dus die hou ik dan maar toch. Voor het geval dat. Ja, deze zit gewoon echt heel erg leuk. Daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dus die wil ik houden. Deze vind ik ook nog heel erg leuk met zo'n glittertje van Cotton Club. Die hou ik ook. Deze top zit ook heel erg mooi. Ik vind dit broekje dus echt heel heftig.
Maar als ik echt goed ga zonnen, dan vind ik dit op zich wel chill op vakantie of zo. Dus ja, ik hou dit wel. En deze kan ik ook gewoon met een zwart broekje altijd nog doen. Ik heb hier een nieuwe bikini-achtige badpak. Die is echt prachtig. Die staat heel leuk. Dus die hou ik. En deze is van Bayou de Label. En dit is gewoon mijn favoriet. Dus die hou ik ook. Nou, en ik heb hier nog zo'n jurk. Die heb ik echt, ik denk letterlijk al 7 jaar of zo. Die heb ik echt al heel erg lang. Misschien wel 10 jaar. Echt heel lang. Dit doe je dan over je bikini heen, zeg maar. Maar, nee. Ik doe gewoon leuke kimono's aan. Deze gaat ook weg. Ja, dan ga ik nu naar mijn jurken en naar mijn pakken. Hier, dit ziet er heel rommelig uit. Maar hierachter zit kerstkleren. En dit is een tas die ik even van mijn vriend heb geleend. Tassen die ik even op dit moment niet gebruik. Ja, en dit is de tas van mijn vriend. Die heb ik dus even nodig. Want ik ga dus naar Afrika en daarvoor heb ik deze nodig. Dus die leg ik even weer terug. En dan het laatste wat ik wil doen. Deze kan trouwens dicht. Ja, zijn de jurken. Ja, ik ben echt gek op jurken. Dus dit vind ik wel lastig om echt heel veel weg te gaan doen. Maar ik ga gewoon kijken van wat past nog bij mij, wat niet. Wat pas ik überhaupt? Nou, ik heb hiervoor eigenlijk echt de echte zomerjurken. Dus die geen mouwen hebben. Laat ik daar dan eerst doorheen gaan. Nou, als allereerst mijn lievelingsjurk. Deze heb ik echt heel erg vaak afgelopen zomer gedragen. Die wil ik absoluut houden. Deze zit binnenste buiten. Deze heb ik nieuw van Naked. Deze zo. Met een zwarte hoed. Ik zie het helemaal voor me. Deze vind ik gewoon chill naar kantoor. Als het echt heel warm is, is het gewoon een nette zwarte jurk. Deze, dit is wel een grappig verhaal. Ik heb laatst, ja, ik hou van opruimen, organiseren. Echt zo'n freak ben ik daarin. Alles in bakjes en dingetjes. Dus laatst heb ik mijn moeder geholpen, want ze vroeg of ik haar wilde helpen met haar kledingkast opruimen. Ja, ze had er echt nog dingen van 12 jaar terug. Echt van alles had er nog in. Waaronder dus deze jurk. Nou, die past daar helemaal niet. Mij is die iets te groot, maar ik vind dit helemaal leuk met zo'n zwarte riem. Stoere biker boots eronder en dan naar een festival. Echt super leuk. Geen idee waar die van is. Hij is dus van mijn moeder geweest en nu heb ik hem. Deze vind ik nog heel erg leuk. Deze vind ik ook heel erg leuk. Ik moet zeggen dat hij wel een beetje kort is geworden. Maar goed, dat moet nog maar een keer passen dan. Deze doe ik altijd over mijn bikini in de zomer. Deze vind ik echt geweldig. Die is gewoon voor Shein. Deze, dit is echt mijn lievelingsjurk van Stradivarius. Die hou ik. En deze vind ik ook nog heel erg mooi. Zo'n lange jurk. Hou ik ook. Dan heb ik deze jurk. Die vind ik echt nog heel erg mooi. Ik had hem laatst nog even gepast. Maar hij past nog super mooi. Dus die hou ik sowieso. Deze van de Zara wil ik ook houden. Die vind ik echt nog, ook nog heel erg leuk. Oh ja, deze heb ik vorig jaar. Oh nee, dit is de Colorful Rebel jurk. Ik moet zeggen dat ik hem dus eigenlijk nooit aan heb. Omdat ik hem dan, zeg maar, ik wil dan, dit vind ik zo'n strandjurk. Dit doe je over je bikini heen naar het strand. Hij is van linnen. Hij heeft ook een goud lurex draadje erdoorheen. Maar het is echt een hele dikke jurk. Er zit ook nog een onderjurk onder. En op vakantie is het dan altijd te warm. Maar ik kan dit niet wegdoen. Ik vind hem te mooi. Deze heb ik vorig jaar gekocht bij de Cotton Club. Dit is zo'n leuk safari pakje. Maar dan is dit een rok. Ja, dit is gewoon heel erg leuk. Het is ook leuk voor Afrika. Hier twijfel ik dus echt heel erg om. Ik heb hem dus nieuw. Ik vind hem echt super leuk. Hij staat ook prachtig. Hij zit lekker. Dit is ook zo'n safari jurk eigenlijk. Alleen de kleur. Ik weet niet wat ik van de kleur vind. Want het is echt zo'n kleur wat bij mijn huidskleur zeg maar een beetje wegvalt. Ik denk dat ik hem toch wel mee ga nemen over naar Afrika. Ik zie het wel helemaal zitten. Oh, dan heb ik hier een gilet. Die heb ik nieuw van Lovies. Maar ik heb dus ook een Lovies jurk. En ik vond dit zo'n leuke set ook samen. Dus ja, houden. Deze heb ik ook nieuw van waar is die van? Van Naked. Ook een linnen jurk. Die heb je in een shop nog kunnen zien. Die is de open rug. Echt prachtig. Hou ik ook. Dit is ook mijn favorietje van de laatste tijd. Deze heb ik ook al een paar keer aangehad nu. Deze is van de Cotton Club. Een hele leuke jurk. Deze van de Shoei. Deze jurk wil ik ook houden. Deze lange jurk hou ik. Dit is een zwarte van de Lovies. Ja, dat is gewoon prima. Ook, ik heb een nieuw spijkerpak. Dit is echt heel vet. Zo'n lang spijkerpak.
Ja, die zit ook heel leuk. Die wil ik houden. Dit jurkje van Lovis wil ik houden. Die heeft ook een hele mooie open rug. En dan dit. Deze was toen in de sale. Die heb ik toen naar een festival aangehad. Echt super leuk. Deze lange jurk hou ik. Deze dus nieuw van Chiquelle. Vind ik ook wel heel chill voor de zomer. Maar die moet vooraan naar de zomerkleding. Of naar de zomerjurkjes, want die heeft geen mouwtjes. Deze vind ik ook nog zo mooi. Die staat ook heel erg leuk. Ook linnen is dit. Echt zo mooi. Kan ik wachten tot het weer lekker warm wordt. Tot ik dit aan kan allemaal. Deze, ja, ik vind deze nog steeds leuk. Laatst zat ik te twijfelen, want ik vind zeg maar de jurk staat nog super mooi. Maar ik zat te denken van, is dit niet iets te kinderlijk of zo nog voor me? Maar aan de andere kant, ik had hem aan en denk nee. Nee, heel erg leuk. Nou, deze, telkens als ik het zie, dan twijfel ik weer. Had ik laatst dus ook. En deze heeft dus ook een open rug. Het is echt heel erg mooi. Maar ik vind het een heel heftig printje, zeg maar. Maar laatst had ik hem dus weer aangedaan, omdat ik dus twijfelde. En toen stond hij er zo mooi. Toen dacht ik, ja, nee, toch houden. Deze van Lovis hou ik. Deze heb ik vorige week nieuw gekocht. Deze is gewoon van Shein. Ik moet hem wel nog even strijken, maar de bovenkant is echt zo'n broderie. Groene, leuke jurk. Ja, ik vond deze zo leuk. En dan met zwarte sandaaltjes eronder. Of van die zwarte instap lovertjes. En dit zijn kimono's. Deze kimono. Die, die, die en die. Ik hou het allemaal. Deze kan weer heel mooi dicht. Zo, dan was dit alweer de video. Ik ben echt kapot. Duurde best wel lang, maar ik ben er even goed doorheen gegaan. Uiteindelijk is dit wat ik wegdoe. Dus eigenlijk valt het wel heel erg mee. Twee topjes, een wikkelvest, een sweater en dan nog een trui. Deze en deze ga ik verkopen, maar deze allemaal ga ik doneren. Eigenlijk hou ik altijd mijn kledingkast heel goed bij, ook met dingen wegdoen. Dus het, ja, het, ik vind het niet heel erg dat het niet heel veel weggaat, omdat ik eigenlijk het altijd wel bijhoud. Maar ik hoop dat ik jou inspiratie heb gegeven om ook je kledingkast lekker lente en zomer proef te maken. Laat het zonnetje maar komen. Ik heb echt zin in het warme weer om al mijn jurkjes lekker aan te doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie tot een volgende video weer. Doei doei!